die scheiding, het is gewoon een periode waar je als kind gewoon ongelooflijk tussen heel veel verschillende gevoelens heen en weer wordt gegooid. En op een gegeven moment werd het volgens mij ook echt een soort koude oorlogsvoering. Een regelrechte nachtmerrie, dat is het. De echtscheiding van je ouders. Jaarlijks hebben zo'n 70.000 kinderen ermee te maken. Te vaak mondt zo'n scheiding uit in een ware oorlog waar kinderen het slachtoffer van zijn. En regelmatig is het gevolg van zo'n scheiding dat kinderen het contact verliezen met een van hun ouders. Soms zelfs voorgoed. De brokstukken liggen bij wijze van spreken nog op de weg. Die kom je nog dagelijks tegen. Als zij daar gewoon een bepaalde rust mee om hadden kunnen gaan en elkaar ook dingen hadden gegund, dan had ik misschien niet het contact verloren met mijn vader. Dan had ik misschien wel een vader en een moeder gehad. In Kruispunt vanavond praten Volkert en zijn vriendin Anne Fleur over de gevolgen van de vechtscheiding van hun ouders en hoe het hun leven nog elke dag tekent. Ik merk al dat dit huis is voor mij wel een heel belangrijk symbool geworden om naar terug te keren. Want Aan had natuurlijk helemaal mijn vader. Alleen elke keer als ik hier binnenkom is hij niet. En dat is heel erg teleurstellend. Dan ben ik echt zo teleurgesteld van ja, maar Henk, waarom ben je er nou niet eigenlijk? Oh, wow. Misschien moesten we dat maar eens weggooien. Gooi dat hele ding maar gewoon weg. Ik zou je een foto van moeten maken, Voel. En als dat stilstaan is ook alweer confronterend, maar ook alweer iets fijns. Dat het gewoon nog even zo blijft, want het gaat natuurlijk allemaal weg. Dus ik ben er ook een beetje autistisch in geworden dat ook helemaal niks meer mag veranderen. En dan fotografeer ik natuurlijk ook alles. Dit is wel aardig perfect volgens mij. Ja, zeker. Volkert, jouw vader was, zoals je weet, een hele goede vriend van mij. We trokken veel samen op en ik heb nog wat oude filmopnamen gevonden die ik van jullie heb gemaakt. Ja. Die beelden wil ik je graag laten zien. Wauw. En dan mag je elkaar aankijken. Dat is echt bizar. Ik herinner me hier dus helemaal niks van, hè? Maar er zitten zoveel typerende dingen in. Op een gegeven moment laat je toch mijn moeder en mijn vader op elkaar aflopen op het strand. En doet hij precies weer dit. Die begroeting. Dat soort dingen. Het is gewoon een hele gekke tijdmachine. Die romantische strandshots van mijn ouders die dan elkaar afstormen en elkaar zoenen en hand in hand lopen en zo. Dat is aan de ene kant heel mooi, aan de andere kant is het ook gewoon heel erg pijnlijk. Je ziet aan de ene kant wel dat ze van elkaar houden, aan de andere kant zie je ook al een paar barsten of zo. Tenminste, dat denk ik dan te zien, omdat ik weet hoe het vervolg ging. Mijn vader had het later altijd over een liefdestaal. Dat iedereen een eigen liefdestaal spreekt. En ik denk dat allebei mijn ouders een andere taal spraken. En er ontstond op een gegeven moment gewoon echt verwijdering in hun huwelijk. Ze konden elkaar niet bereiken. Merkten jullie als kinderen wat van? En wij merkten heel erg die blokkade tussen mijn ouders. En de verwijten en de ruzies. En dat die relatie niet goed zat. Dat gaat heel erg in je gevoel zitten als kind. Plus, wat ook heel erg bepaald was, dat er op een gegeven moment gewoon een ongelooflijk gespannen, donkere, nare sfeer hing in huis. En op een gegeven moment werd het volgens mij ook echt een soort koude oorlogsvoering. En dat was het ergste. Dat was echt het begin van het einde. Ik was 8, bijna 9, toen mijn ouders gingen scheiden.
Hoe ging dat? Nou, ik weet nog dat ze het me kwamen vertellen. En toen vertelde mijn vader dat papa en mama niet meer met elkaar konden en dat ze maar uit elkaar gingen. Hoe was het voor jou om dat te horen? Heel heftig. Vooral omdat mijn vader echt toen al mijn beste vriend was. Dus dan blijf je over met je moeder en je broertje en zusje. En het was een hele omschakeling. Ook omdat ik dan heel veel met mijn vader deed. En dat kon eigenlijk al gelijk allemaal niet meer. De grootste verandering was natuurlijk dat mijn vader echt wegging. Nou, vooral dat ook mijn moeder moest natuurlijk werken. En dat ik heel veel op moest passen. En ik heb eigenlijk, denk ik, voor mijn gevoel gelijk die rol wel overgenomen. Er waren mijn vriendinnetjes, want we wonen in een hele kinderrijke buurt. Waren hun al buiten spelen en dan kwamen ze mij ook altijd halen. Maar dan moest ik bijvoorbeeld net de afwasmachine of Jasper mijn broertje nog naar bed brengen. Allemaal dat soort dingen. Dus dan verander je ook als kind heel erg. Veel meer bewust van die verantwoordelijkheid die je hebt, die je ervoor helemaal niet had. Nou, mijn ouders kwamen dus in een vechtscheiding terecht. Vanaf dat moment word je als kind eigenlijk ook meegesleurd in die vechtscheiding. Zonder dat je dat überhaupt wil of dat er iets aan je gevraagd wordt. En dan gebeuren eigenlijk allemaal dingen. Het enige wat je hoort is, papa heeft dit gedaan, mijn mama heeft dit gedaan, papa heeft dit gedaan. En als kind weet je eigenlijk echt ook niet meer wat waar is en wat moet je dan geloven. En ik woon natuurlijk bij mijn moeder. Dus dan geloof je ook heel snel je moeders kant. Ook helemaal als de hele familie dat zegt. Maar eigenlijk was ik dus heel erg goed met mijn vader. Dus ik vond het wel heel moeilijk. Ik was ongeveer 10 toen ik dus besloot om mijn vader niet meer te zien. En dat kwam eigenlijk vooral door het feit dat je als kind op een gegeven moment ook niet meer daar echt mee kan leven. Dat getouwtrek, dat voel je gewoon letterlijk. En voor mij was het toen ook gewoon klaar. En je gaat ook steeds meer geloven in al die verhalen die er zijn. En eigenlijk weet je het ook gewoon niet meer. Dus het makkelijkste is dan om te zeggen, ik ga gewoon niet meer en het is klaar. Mooi. Volgens mij is dat hem wel. Die scheiding, ja, het is gewoon een periode waar je als kind gewoon ongelooflijk tussen heel veel verschillende gevoelens heen en weer wordt gegooid. En wat het gewoon extra ingewikkeld maakte, was dat het gewoon een heel lang, slepend naar proces werd met heel veel strijd tussen mijn ouders. Waarbij ik in ieder geval als kind ook heel erg het gevoel kreeg dat ik moest kiezen tussen mijn vader of mijn moeder. Er was geen tussenweg in. Ja, dus logeerbedjes staan er nog. Ja, alles staat er, hè? Ja. Er verandert niks. Nee, precies. Je vader was het huis uit. Voelde je ook verantwoordelijk in het gezin? Ja, ik voelde me absoluut verantwoordelijk voor mijn moeder. Want ze stortte natuurlijk best wel in, hè, na de vechtscheiding. En op het moment dat we in die woning woonden met z'n vieren, kreeg ze die burn-out. En mijn moeder die zat gewoon uren lang te huilen. En dan niet gewoon een beetje te snikken, maar gewoon echt alsof er een motorzaag aan ging kaart huilen. Dan zat ik beneden op mijn kamer, weet ik veel, huiswerk te maken. En dan hoorde ik dat weer van boven en dan ging ik haar troosten. En dan zat ik dus gewoon een uur met mijn moeder in mijn armen. En dan was gewoon mijn hele shirt, mijn hele schouder was gewoon doorweekt van haar tranen. Dus ik was eigenlijk misschien te veel voor haar aan het zorgen. Het was natuurlijk officieel mijn verantwoordelijkheid niet, als kind. Ze was natuurlijk gekwetst en haar verwachtingen kwamen niet uit. En ik had altijd wel het gevoel alsof ze die schuld heel erg bij mijn vader legde. Ja, dat beïnvloed je wel als kind, denk ik. Ik ben dat ook heel erg gaan geloven. Dat het gewoon de schuld van mijn vader was. En dat hij ons dit aandeed. En daarom heb ik ook op een gegeven moment het contact met hem verbroken. Ik kan je 1000 maal vertellen dat ik om je geef, van je hou. Ook in mijn daden zal je het op een bepaald moment ervaren. Wauw. Ja, maar ik vind wel dat je, als je dit ook leest, dat daar ook heel erg dat gevoel wat dit is ook jou al geven, weet je wel. Dat stukje vaderliefde. Ja. Waarvan jij dacht dat je het nooit meer zou kunnen krijgen. Ja.
dat hij dat echt weer wilde. En hoe hij dat dan aan zou pakken. Hey, vader. Hey, Fleurtje, hoe is het? Goed. Goeie reis gehad? Ja. Mm. Hoe lang heb je je vader niet gezien? Ik denk wel zo 5 à 6 jaar, alles bij elkaar. En toen kreeg ik toch steeds meer verlangens naar mijn vader. Toen kwam ik hem heel spontaan tegen. En toen ben ik met hem mee gaan huis. En dat was weer de eerste keer. Zo, die is helemaal vergaan. Ja, ja, dat mag. Met de visserij dat mag het allemaal oud. En het is zaterdag, hè? Ja. Toch? Ja, zeker. Die heb ik ook net nog voor je gemaakt. Die moet ook nog een keertje om. Oh ja, maar die vind ik wel heel mooi. En het was eigenlijk heel snel weer vanaf oud weer gezellig. En maar je moet elkaar natuurlijk wel opnieuw leren kennen, want je bent een hele tijd uit elkaars leven geweest. En dan kom je eigenlijk dat je als een soort van speurneus te werk gaat en gaat zoeken, zeg maar, naar antwoorden van wat is nou waar. En wat was je conclusie? Nou ja, dat je als kind wel gewoon erg voorgelogen bent. Een man die allemaal vreselijke dingen had gedaan en ons niet wilde. En dat geloofde ik eigenlijk. Dus ik was eigenlijk van overtuigd dat dat zo was. Ja. Die is ook leuk. Ja, maar die is te klein voor jou. Dat is meisjes. Hoe lang heeft het proces geduurd dat je je vader steeds beter leerde kennen? Ik denk alles bij elkaar misschien een jaar. Want toen ik 15 was, toen werd ik door mijn moeder uit huis gezet. En dat kwam voornamelijk om het feit, ik wilde eigenlijk 50-50 gaan wonen. En bij mijn vader en mijn moeder. Want mijn moeder zei, ja, dat kan niet, want je broertje is autistisch en je moet voor hem zorgen. En we hebben toen heel erg ruzie gekregen. En toen zei ze, nou, morgen om 5 uur ben je weg. En toen kon ik gaan. Ik zet mijn fiets vast aan het hek en kijk over het water naar de kroeg waar we afgesproken hebben. Gespannen loop ik het café binnen en stap naar het tweepersoonstafeltje waaraan hij zit en nog een stoel leeg is. We hebben jarenlang geen woord gewisseld en het gesprek begint ongemakkelijk. Waar praat je over als je een levensbepalend persoon na jaren weer ziet? Ik besluit om hem maar te fotograferen voordat we zullen spreken over waarover we moeten spreken. Het vastleggen van deze man vindt ik confronterend. Hij heeft een oranje gestreepte trui aan. Daaronder draagt hij een spijkerbroek en een soort bergschoenen die absoluut niet bij zijn kleding passen. Ik ben klaar met fotograferen. We gaan opnieuw tegenover elkaar zitten en kijken elkaar in de ogen. Ik weet dat hij zich opmaakt om iets te zeggen waar hij goed over nagedacht heeft. En dan zegt hij de zin waar ik al die jaren naar verlangde. Volkert, allereerst wil ik sorry zeggen. Wat was de reden waarom je weer contact zag met je vader? Ik had zijn kant van het verhaal ook nog nooit gehoord. En er waren heel wat jaren verstreken en ondertussen was ik op mezelf gaan wonen. Was ik naar Rotterdam verhuisd, had ik een vriendin gekregen en waren heel veel dingen veranderd. En ik denk dat ik ook ergens ben gaan inzien dat mijn vader niet de oorzaak was van al het leed dat me was overkomen. In ieder geval niet per se de oorzaak. Ik heb al mijn vragen kunnen stellen en heeft hij gewoon eerlijk, heel oprecht en ook heel kwetsbaar antwoord opgegeven. En dat vond ik heel belangrijk. Dat was eigenlijk waar ik al die jaren op zoek was, dat kreeg ik daar ineens. Dus dat was gewoon heel positief. En vanaf daaraf zijn we gewoon, mijn vader en ik, gewoon steeds verder dat contact gaan uitbouwen. En ik denk dat ik in de afgelopen 2 jaar, dus in dat proces, mijn vader pas echt heb leren kennen. Dus eigenlijk was dat gewoon nog veel belangrijker dan al die jaren dat hij me opgevoed heeft en ik met hem opgegroeid ben. Wat vond de thuisfront ervan dat je contact zocht met je vader? Dat ik contact zocht met mijn vader heb ik voor mijn gevoel ontzettend veel verantwoording voor moeten afleggen. Omdat dat, ik kreeg het gevoel alsof dat een soort verraad was. Van hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou met die man, na alles wat hij ons heeft aangedaan, contact zoeken? Zo heb ik dat heel erg beleefd vanuit hun. En weer werd ik heel erg
voor mijn gevoel een soort van gedwongen tot een keus. Dus als er bijvoorbeeld iets belangrijks was, weet ik veel, een opening of zo, dat ik het maar om en om moest doen. Want als mijn vader er was, ze noemden hem dan het, als het er was, dan konden hun er niet zijn. Het is nu 8 jaar verder. Ja. Heb je nog contact met je moeder? Nee. Waarom niet? Ja, waarom wel? Ja, ik ben dan uit huis gezet, dat vond ik al heftig. Daarna mijn zusje. En afgelopen jaar mijn broertje. En sindsdien is er wel iets in mij geknapt. 3 kinderen uit huis zitten. Hoezo? Omdat ze weer contact krijgen met hun vader of met mij? Ik heb ook niks meer daarover te zeggen, want dan ga je alleen maar lelijke dingen zeggen. Ik heb haar ook niks meer te vertellen. Maar ik mis haar ook niet. Ik heb haar nooit gemist. Ik maakte altijd ruzie met haar. En eigenlijk deden we niks ook met z'n tweeën. Snap je dat je een relatie hebt? Ik had geen relatie met haar, ook niet toen ik bij haar woonde. En achteraf denk ik wel, omdat ik veel te veel op mijn vader leek. Dat zij het ook niet kon. Ze zei ook heel vaak, ja, je lijkt veel te veel op je vader. Ik heb ongeveer 2 jaar goed weer echt contact gehad met mijn vader. Nou ja, op een gegeven moment werd hij in oktober onwel op zijn werk. Viel hij flauw. En is hij opgenomen in het ziekenhuis. Want in het ziekenhuis werd er een hersentumor bij hem geconstateerd. En hij bleek kwaadaardig te zijn. Nou, helemaal uitgezaaid en onbehandelbaar. En in een paar weken daarna is hij gewoon overleden. We zijn er wel heel bewust mee omgegaan, die laatste weken. We hebben die tijd goed besteed. Het mooie eraan was dat we echt die vader-zoon relatie extra verdiept hebben. Hij veranderde niet qua karakter. Hij had ook een hele grote rust over zich. Wat heel erg voortkwam uit zijn geloof, omdat hij er overtuigd was dat hij wist waar hij heen ging. Waardoor wij gewoon heel erg ons hebben kunnen richten op elkaar. Maar het was natuurlijk ook ongelooflijk confronterend. Omdat je hebt net contact met je vader. Het is net allemaal heel erg mooi. En het voelt gewoon ontzettend onrechtvaardig dat dan ineens van je afgenomen wordt. Terwijl je eigenlijk nog heel erg veel samen wil doen. Dat nog heel erg verder wil uitbouwen. Hey, Josie. Hey, goed hoor. Goed zo. Weet altijd, als we in Spakenburg zijn, dan komen we even langs, hè? Ja, dat doen we. Ja. Want je bent mijn souvenir, ja. Hè, van Henk. Ja. Souvenir van Henk. Ik mis hem altijd zo elke dag. Die Henk, dat kun je niet snappen. Nou, ik denk dat dat best wel kan snappen. Heel wat troontjes overleen. Dat hij wees, want het was een lieverd van moeder. Moeten we alles. Ja. Maar ik heb hem ook veel liefde gegeven. En hij liefde geven, kreeg hij nog veel meer terug. Onthoud dat van oma. Dat doe ik zeker. Ja, ja. Echt waar. Hey. Hey. Hoe is die? Het is raar. Ja. Is het niet eng zo helemaal alleen? Nee, helemaal niet. Het voelt eerder vertrouwd dan eng, hoor. Maar heb je het gevoel dat hij er nog is, of? Ja, nee. Ik voel wel een beetje zijn aanwezigheid natuurlijk, omdat het zijn huis is en al zijn spullen. En alle momenten die ik met hem heb beleefd. Maar hier staat ook gewoon de slaapkamerdeur open en dan ligt hij gewoon niet in bed. En ik vind het is nu gewoon een goede, fijne plek om te zijn. Geef je wat rust? Ja, en dat verdriet is er toch wel. Ja.
1. 9 zelfs, 9 zelfs. 9 zelfs. Ik denk ook niet dat ik alles moet gaan houden uit een soort nostalgiegevoel. Nou ja, in al die jaren is het contact met mijn moeder is wel steeds verslechterd. En nu is mijn vader natuurlijk ineens overleden. Dat is haar ex. Dat is voor haar natuurlijk ook schrikken geweest. Maar zij staat er natuurlijk heel erg dubbel in. En ik als zoon heb daar natuurlijk niet zoveel aan. Ik kan dat verdriet gewoon ook niet met haar delen. Dus daar is ook geen toenadering. En op een gegeven moment loop je gewoon tegen een soort grens aan. Dat je zelf te veel kost, dat je het al zo vaak geprobeerd hebt. En op dit moment heb ik geen contact met haar, helaas. Super oud shirt van Cambridge. Daar zijn mijn ouders getrouwd. Dit was sinds de gangsterperiode. Heel erg gangster, met een paperclipje ook aan zijn rit. Nou, dit is al zak 1 voor de kringloop. Ja, na al die jaren heb je nog steeds last van als kinderen dat je ouders in een vechtscheiding hebben gezeten. De brokstukken liggen bij wijze van spreken nog op de weg. Die kom je nog dagelijks tegen. Verlatingsangst. Ik ben echt een controlfreak bijvoorbeeld. Het komt omdat ik als kind nooit zelf iets mocht bepalen. En nu raak je bijna in paniek als je iets zelf niet mag bepalen. Dat is het tegenovergestelde. Ik weet nog wel, toen ik 18 was, dat ik ook zei van ja, en nu ben ik er klaar mee. Nu wil ik gewoon even 18 zijn en leuke dingen doen, bij wijze van spreken. Dus het zorgeloos ben je heel erg kwijt. En dat vind ik soms wel jammer. En dat is nu nog steeds niet over. Past die of niet? Ja, met een beetje scheuren en breken kun je hem wel aan. Het is gewoon wel lastig, want waar trek je de grens? Weet je wel, wat bewaar je wel, wat bewaar je niet? Hoeveel spullen wil je hebben? Het was absoluut anders geweest als mijn ouders niet in de vechtscheiding waren gekomen. Want dan waren wij als kinderen minder in dat loyaliteitsconflict geweest. Als zij daar gewoon een bepaalde rust mee om hadden kunnen gaan en elkaar ook dingen hadden gegund, dan had ik misschien niet het contact verloren met mijn vader. Dan had ik misschien wel een vader en een moeder gehad. En eigenlijk heb ik nu allebei niet. Nou, wat belangrijk zou zijn is, blijf ook betrokken in je kind, hoe klein het ook is. Neem het mee met je keuzes wat je gaat doen. Bespreek het met elkaar. Mensen zeggen heel vaak, oh joh, hij is nog klein, hij is maar 3, maar je voelt dat echt. Eigenlijk, ouders hebben dan allemaal problemen en dat bespreken ze met de vriendinnen op de koffie. Maar bij kinderen is dat niet zo. Ik kon het met niemand bespreken. Want mijn kindjes die waren bezig met knikkeren en flippen. Je wist niet eens wat scheiden was. Volkert en Anne Fleur, jullie hebben een aantal jaren een relatie met elkaar. Hebben jullie ook wel eens de angst om in een scheiding terecht te komen? Ik denk dat wij ook wel weer heel erg bewust zijn van waar het op fout kan gaan. Ja, ik denk juist niet. Als je bewust bent, dan ben je op de helft. Ja. Ik ben er echt helemaal niet bang voor. Elkaar ook gewoon... En fouten maken is niet erg, hè? Nee. Zowel excuses aanbieden als je fouten maakt. En ook gewoon dat durven toegeven, kwetsbaar opstellen. En dat gaan we doen. Gewoon betrokken bij elkaar blijven. Communiceren is het sleutelwoord. Tot succes, zeg ik altijd. Ja. Er komen steeds meer initiatieven om vechtscheidingen te voorkomen. Zo werd onlangs bekend dat rechters zich in de toekomst steeds meer gaan bemoeien met scheidingen die uit de hand dreigen te lopen. Dit was Kruispunt. Goedenavond.